Voor de zevende keer staat Guus Meeuwis in een bomvol PSV-stadion met zijn concertenreeks Groots met een zachte G. Op 9 en 17 juni combineert hij zijn concert met de EK-wedstrijden van het Nederlands elftal. De voorbereidingen voor de grootse reeks zijn al sinds eind mei in volle gang. En Guus, die is er helemaal klaar voor. Met de zin gaat het heel goed. Ja, maar ik ben hier al vanaf dinsdag of zo en dan voel je een beetje de opbouw en de sfeer en hoe het allemaal gaat. En dan gaan de zenuwen weg, omdat je gewoon voelt dat er hard gewerkt wordt en dat het, je ziet lachende gezichten, ziet niemand eigenlijk in paniek wegrennen of zo. En daar word je zelf ook heel rustig van. Nou ja, ik bedoel, het is een heel bouwwerk iedere keer en dat kan maar. Als er één dingetje niet klopt, dan stort heel het soortje in. Maar als ik hier iedereen tevreden, ondanks dat ze een paar dagen echt flink bij hebben gehad, daar word ik ook rustig van. En dan krijg ik eigenlijk alleen maar heel veel zin om te gaan spelen. Ja, tuurlijk. We mogen het niet laten zien, maar het ziet er toch wel... Beschrijf het eens even, hoe ziet het eruit? Het is een soort Tetris. Het is een soort wolk van Tetris eigenlijk is het geworden. Ja, het is licht en het is heel veel video en het heeft diepte en het is stoer en het is sfeervol en we kunnen alle kanten ermee op. Ja, hoe gaat het eruit zien morgenavond? Nou ja, we beginnen natuurlijk in het licht en dan gaat het ene stuk van het podium gaat het meeste geven. Maar ook de schermen doen het al heel goed bij daglicht en dan wordt het heel veel live beelden mixen en dan daarna... Ja, hoe mooier de luchten worden, hoe meer het podium van zichzelf kan laten zien. Dus daar zit een hele prachtige opbouw op. Die zit ook in de set en die zit ook in het podium. Is dat eigenlijk toch een beetje het hoogtepunt van het jaar voor jou? Ja, zeker het hoogtepunt van het jaar. Ja, die leeft er gewoon een heel jaar naartoe. Weet je, we zitten, als dit is afgelopen 17 juni, zitten we dezelfde week nog bij elkaar om het weer te gaan evalueren. En de voorverkoop van volgend jaar is alweer begonnen, dus we moeten gewoon aan de slag weer. Ja, jij gaat volgend jaar gewoon de miljoenste bezoeker hier binnentrekken. Ja, niet normaal toch? Nee, ik vind dat ook niet normaal. Bizar. Maar ja, als het allemaal loopt zoals we willen dat loopt, dan staat hier volgend jaar iemand binnen die de miljoenste is. Zaterdag wordt er weer gevoetbald en hier natuurlijk ook de wedstrijd gekeken. Ja. Wat verwacht je ervan? Ja, we gaan winnen met 1-2. Ja, het is Nederland-Denemarken, dus we winnen met 2-1. En dus dat komt helemaal goed. Dan hoef ik daarna niet meer zoveel te doen. Of juist wel natuurlijk.